Lucy Kink is verheugd om te zien dat René van der Gijp weer een prominente rol aanneemt bij Vandaag in Hij komt echt weer tot leven, al dus de RTL Boulevardster. Opvallend is dat René de afgelopen tijd redelijk stil was in het programma, dat momenteel in het teken staat van het EK Voetbal. Vaak laat hij de commentaarsecties over aan zijn collega Johan Derksen. Hoewel René af en toe zijn mening laat horen, valt het op hoe hij meestal op de achtergrond blijft. Gisterenavond was echter een uitzondering. Vandaag in Site Oranje, op de dag van de wedstrijd Nederland-Oostenrijk, 2-3, had de prominente voetbalfiguur Dick Advocaat aan tafel. Bijna de hele uitzending draaide om voetbal, iets wat tegenwoordig ongebruikelijk is voor zes, dat normaal gesproken een breed scala aan onderwerpen behandelt. Lucky King merkte op dat René vooral actief deelneemt wanneer het gesprek over voetbal gaat. Bij zes Oranje leeft Gijp helemaal op. In de reguliere uitzending laat hij soms dingen passeren. Maar zodra het weer over voetbal gaat, neemt hij het initiatief terug, schrijft hij op X. Volgens Luc maakt René ook uitstekende analyses. Beter dan Derksen, die voetbal niet meer zo boeiend vindt, zegt de presentator. Hij wijst erop dat Johan tegenwoordig minder interesse heeft in voetbal en analyses. Luc geeft ook zijn mening over de verloren wedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk. Het verlies is eigenlijk goed nieuws voor Oranje. Nu moeten we meteen tegen een zeer sterk team spelen. De druk ligt er meteen op, al in de achtste finale. Iedereen moet scherp zijn als een mes. Het is de moeilijkste route naar de finale, maar de triomf zal dan ook groter zijn. Hup oranje! Victor Vlam, een bekende mediacriticus, vindt echter dat de uitzending van gisteren wel erg veel over voetbal ging. In vandaag in Zijt werd bijna geen enkel ander onderwerp besproken dan voetbal. Alleen in de laatste minuten ging het nog even over Rutte. Dat is voor het eerst dit EK, schrijft Heel X. Hij merkt ook op dat Johan met weinig passie over voetbal spreekt. Het viel op hoe weinig interesse de mannen, vooral Johan, in het voetbal toonden, al dus vlam.